Is dit je laatste nacht met mij? Ja, daar ga ik weg. Dag. Hey, nee, dan moet je gaan huilen. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Dave. Vandaag is de laatste nacht niet met Dave, want wij blijven nog heel erg lang bij elkaar. Net zoals Timo en ik. En dan zou je denken, Timo en ik. Wie is Timo? Hè? Timo is mijn lievelingschampion in League of Legends. En dat is wel een poppetje. Ja, dat is een poppetje die je speelt, kan spelen in een spel. En ik heb een hele coole achtergrond. Kijk dan, dat is Timo! En Timo is een poppetje die kan allemaal mushrooms neerleggen in een heel groot veld in de map. En dit zijn allemaal zijn mushrooms. En daar zit hij zo met zo'n pijl. Pff, en dan kan hij mensen vergiftigen. Vet cool. Ik wil mijn ook laten zien. Oh ja, Dady heeft ook een lievelingschampion. En je kan zeg maar level 30 worden met dat spel. En level 30 is echt het maximum. Nou, nu ben ik al heel erg lang level 30, want ik speel het spel 4, 5 jaar ongeveer. Niet elke dag, maar als ik tijd heb probeer ik het toch nog even een keertje te spelen. Dady speelt nu zelfs vaker dan ik. Ik heb haar een beetje verslaafd gemaakt. Oepsie. Dat is de champion die Dady heel erg vaak speelt. Maar die kan ik ook wel even laten zien op mijn eigen computer. Ik ga hem even erbij pakken, want ik vond deze zo cool. Dus ik heb hem voor Dady gedownload. Bam! Oh, gruwelijk! Dit poppetje speelt D. Nou, dat komt natuurlijk omdat dat poppetje een meisje is en D is ook een meisje, dus... En ze loopt weg, ze heeft scheid. Al deze troep in de kamer hier in de knol wordt allemaal opgeruimd, want... Wij gaan vanavond slapen in een nieuwe woning. Vanavond al? En nooit meer hier. Ja. Ik dacht morgen. Nee, we gaan het vanavond doen. Echt? Ja, ik vergis me, maar we doen het gewoon vanavond. Echt? Ja. Het is altijd moeilijk om in te schatten hoeveel verhuisdozen je ongeveer nodig hebt. Dus wij hebben het verkeerd ingeschat. Dus hier zijn er. 1, 2, 10. 10 is veel hoor. We hadden in totaal 15, hè? Dus dan doen we er tussenin 8. Goeie toch? Nee. We nemen 8 mee. Kijk eens aan. De hele kamer hier staat vol met allemaal spulletjes. Heel veel. En zijn we ver met de vloer? Dames en heren, we zijn heel erg ver. Kijk dan. It's beautiful. Check dan. Ik kan alleen niet privé poepen meer. Nee, oh nee, de deur is eruit. Inderdaad, kakken, dat kan even niet meer hier. Het kan wel, maar dat kan iedereen ook meegeten. Ja. Jullie zagen deze eroverheen lopen, dat wilde ik namelijk even zien. Ik ben verliefd. Mij of op de vloer? Allebei. Hier gaan we dus vanavond weer lekker slapen. En ik kan niet wachten. De televisie die staat hier nu. En we hebben hier nu ook aansluiting. Ja. Dus wij zouden vanavond gewoon even Netflix en chill kunnen doen. Maar wij hebben echt wel vet lang geen tv gekeken op de kamer. Omdat wij natuurlijk van kamer zijn verwisseld in het vorige huis. Ja. Dus en dan hadden we geen tv. Nee. Ja, dit wordt echt allemaal zo nieuw en mooi. En heel erg wennen ook gewoon. K3 op de radio. Twerk, twerk, twerk. Het is K3. Ik twerk je niet op. Oh. Ik weet het lekker. Ja. Talk to me. You want me to tell you something? Huh? I know what you want here. I know you want me, baby. I think I want you too. Eminem is zo'n fucking baas. Baas boven baas. 8 verhuisdozen zijn het dus geworden. En ik ga hier weer verder inpakken. De knol is toch wel echt mijn eigen hol waar ik zit. En al mijn spullen liggen daar. Niet zoveel van D. Zij zet gewoon de laptop op het bureau en that's it. En ze gaat gewoon aan de slag. Maar ik heb daar heel veel spullen liggen. Zoals alle dozen van al mijn computerspullen. Wat allemaal in mijn computer zit. En ik moet trouwens zeggen dat mijn computer niet helemaal meer goed functioneert. Hij geeft steeds vaker weer foutmeldingen en er kloppen allemaal dingen niet. En je moet nagaan dat ik heb de computer ongeveer 4 jaar. En ze hebben gezegd op het begin dat als je hem af en toe blijft upgraden, kan je zo 4, 5 jaar met die computer doen. Ik heb ook expres een grote computerkast uitgekozen. Want stel voor, over 2 jaar komt er een game uit, ik zeg maar wat. En die heeft een hele goede videokaart nodig. Alleen je hebt maar plek voor 1 videokaart. En je hebt dus bijvoorbeeld 2 videokaarten nodig. Dan zou je dus een hele nieuwe computer moeten kopen of het dusdanig moeten aanpassen en dat kost je gewoon heel veel geld. Dus ik had al wel een hele grote computerkast waardoor ik steeds dingen kon upgraden, maar het is gewoon belachelijk snel hoe dat allemaal gaat met die technologie van computers. Elk half jaar komt er weer een nieuwe videokaart uit en dan heb ik het maar over 1 merk, dus moet je nagaan hoeveel er elke keer weer op de markt komen. Dus die nieuwe computer die... Ja, ik hoop dat dat binnenkort nog gaat gebeuren. In ieder geval eerst even focussen op... Nou, niet dit. Hier heb ik echt geen zin in.
de knolhol. Het heeft mij verschrikkelijk veel tijd gekost om deze kast alleen al leeg te halen. Of nou ja, bijna leeg. Er liggen hier nog twee Nintendo DS controllers. Of nee, Nintendo 64 controllers. De Nintendo 64 ga ik sowieso weer meenemen. Dat ding heb ik al zo lang. En ik denk serieus dat dat de allereerste console is waar ik ooit op heb gespeeld. En hier, dames en heren, over heel erg lang geleden gesproken te hebben. Was dat een goede zin? Ik heb geen flauw idee. Maar dit is heel erg oud. Dit is volgens mij de eerste computer die Milan en ik hebben gehad. En dat ding is groot en heel erg zwaar. Shit, maar deze ga ik niet wegdoen. Dit is echt... Ik kom lekker uit mijn woorden. Holy shit, ik ben gewoon heel erg druk bezig. Ik denk dat het daardoor komt. En ik ben heel erg enthousiast, want ik vind het fijn dat er nu weer werken wordt gemaakt van de knolhol die helemaal opgeruimd wordt. Deze computer ga ik gewoon inpakken. Neem ik gewoon weer mee. En net zo als deze twee andere computers, die ook heel erg oud zijn. Ik kan die gewoon niet wegdoen. Ik kan daar geen afstand van nemen. Je komt gekke dingen tegen als je aan het verhuizen bent. Zoals deze gekke kop. Juist. Het was ooit bedoeld om deze neer te zetten. Om dan uiteindelijk, als je klaar bent met computeren, dat je zo je headset erop kan zetten. Kijk. Maar ja, dat werkt dus niet helemaal super. Maar het idee was leuk. Als je bezig bent met kamer opruimen of in dit geval voor mij verhuizen. En dat is vast herkenbaar ook bij jullie. Dan ga je muziek opzetten. En ik ben nu muziek tegengekomen van heel erg lang geleden. Toen ik dat altijd nog luisterde in Assen. Echt 6-7 jaar geleden. En dit vind ik echt een heel erg geinig nummer. Moet je eens opletten. Het is een hele gave beat. Let op. Ah. Oh. Geniaal om terug te luisteren. Geen idee wat hij zegt, maar het is leuk. Stel voor ik heb een draadje nodig, dan zoek ik als allereerst in deze doos. En stel voor ik heb vette spellen nodig voor de eerste console waar ik ooit op heb gespeeld. Tenminste, wat ik me kan herinneren. Dan kijk ik in deze bak voor de vetste spellen. Oh yeah, Mario Kart is aanwezig. Dit is echt zo gaaf. Pokémon ligt erin. Geniaal. Check hoe vet deze eruit ziet dan. Holy shit, it's Zelda. En check hoe vet deze is dan. Superstar Soccer 64. Nu heb je natuurlijk FIFA, maar toen had je dat nog niet. Het is weer super bijzonder weer. Het regent, alles is nat. Maar toch komt de zon zo nu en dan eens even door. Heel vreemd. Ik weet nog wel, 2 jaar geleden, toen was ik gewoon eieren aan het zoeken in de tuin van D. Met super mooi weer. We liepen in korte broeken, in t-shirtjes aan. Ja, nu ook een t-shirtje aan, maar dat komt omdat ik heel druk bezig ben, dus dan krijg je het warm. Maar dat is zo'n verschil, hè. Het ene jaar is tot dat moment super warm, het andere jaar gewoon shit weer. Yeah, DJ, hit it up! Vitaminepilletjes. Altijd goed. 2 per dag geeft mij een lach. Geen idee wat ik lul, maar ik neem me serieus ongeveer nu al bijna 2 weken achter elkaar, elke dag 2. Dat komt omdat ik heel vaak vergeet om een appel te eten of een banaan. En op deze manier krijg ik alsnog wat vitamintjes binnen. Ik vind het mooi geweest hier. Ik ga deze doos meenemen. Hier zit de PlayStation 4 in, zoals jullie zien. En dus de Nintendo en mijn laptop. En nog wat oude videokaarten. Dus laten we deze ook nog even in de auto zetten. Wat heb ik toch met die spelfouten vandaag? Ik heb geen flauw idee. Wat ik wel weet is dat de hele auto vol zit. En dat is maar mooi ook. Want D belde net en die gaf aan dat ze wel even wat hulp kan gebruiken in de nieuwe woning. Bam, bam, bam. Eminem gaat zingen. Staring out the window. Sometimes I think I'm crazy. I'm crazy, oh so crazy. Why am I here? Am I just wasting my time?
ik ga snel naar een nieuwe woning, want DJ heeft mijn hulp nodig. Let's go, 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 go. De hele lift zit vol. Hoe zit het met de vloer? Mooi. Ja? Ja. Is die af? Hij is af. Hij is af! Yes! Alles hebben we snel binnengezet en nu kan ik even rustig aan jullie de vloer laten zien. Episch, hè? It's beautiful. Zeker weten. Hopsakee. En ook in dit halletje ligt er nu vloer. Hoppa! En de woonkamer. Een heel erg belangrijk gedeelte. Oh yeah, day. Het is echt heel mooi. Het is echt super. Echt heel erg mooi. Hopsakee. Moet je kijken hoeveel stof er vanaf komt, hè, om die PVC-vloer te zagen. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat we het beste nu maar even de woonkamer meteen helemaal kunnen stofzuigen en schoonmaken. Ja, dan kunnen we spullen neer gaan zetten. Ja, voordat dit allemaal, wat ik nu ook op mijn handen heb, op alle spullen komt wat we hebben meegenomen. Ja, dat is niet fijn. Ik heb mijn verse, oranje, fluerende swag aan. En ik heb me echt verkeken op het verhuizen deze keer, dames en heren. Dit moet allemaal in de schuur en dan moeten we het later maar naar de vuilstort brengen. Deze keer willen we alles tot in de puntjes goed hebben. Dus dat vergt gewoon heel erg veel tijd en moeite. Oh, wat? Lol, ik heb in mijn kontzak hier een gat zitten, dat hoort bij de broek. Maar als ik mijn sleutels erin doe, dan kunnen ze er weer uitvallen. Oké, handig om te weten. In ieder geval, ik heb hier een statief met de tv, maar ik mis 8 schroefjes, dus die kan ik helaas niet in elkaar zetten. Maar de hele woonkamer is opgeruimd, gestofzuigd. Ik zei het goed, ja ja. En hier moet de tv dan komen te staan uiteindelijk. En als we verder lopen, hier hebben we een pakketje, hebben we vanmiddag al gekregen, gaan we later openmaken. Kauwgombalautomaat, piano, 2 gitaren van Deetje allemaal. En dan gaan we nu hier naar de kamer, wat mijn tijdelijke knolhol wordt, dames en heren, totdat mijn eigen knolhol af is. Hier moet ik vanavond nog alles overzetten. En dan kunnen we hier gewoon al gaan wonen. Ja. Het wordt wel heel echt nu, hè? Ja, komt dichtbij. Het voelt echt nog niet als thuis of zo. Het voelt alsof je in zo'n heel leuk hotel bent of zo, dat je gewoon weer weg moet. Ja, het voelt raar. We hoeven niet weg. Nee, dat wordt echt wennen. Ja. Moet weer even bijgetankt worden. Saai. Oeh, wie is dat? En wat heeft ze met zich meegebracht? Look what I got. Food. Oh my god. Food is good. Yeah. Dit is gewoon niet te geloven. Ik was zo enthousiast over hoe het eruit zag. En dat we gewoon spare ribs gingen eten op bed. Met een heerlijk YouTube filmpje waar gewoon alles fout gaat. Zo'n veel filmpje, weet je wel. Zo'n compilatie. En we hadden het zo gezellig dat ik gewoon helemaal vergeten was te filmen. Hoe kan dat nou dan? In ieder geval, hier ligt het nog. Kijk. Het bewijs dat we echt sperps hebben gegeten. Fucking lekker. De computer is weg. De boxen in de hoeken zijn allebei ingepakt. Dit moet mijn tijdelijke knolhol worden. Yes. Ja. Tijdelijk, hè? Tijdelijk, dan wordt het mijn hol. Nou is het zo dat je soms heel veel nieuwe spullen nodig hebt, maar dat het natuurlijk altijd fijn is als je de spullen van het oude huis gewoon nog kan gebruiken. Nou is het wel zo dat wij altijd een gasfornuis hebben gehad en nu hebben we een elektrische kookplaat. Dat ziet er zo uit. En dit is wel ideaal met schoonmaken, want je kan er zo in één keer overheen. Maar het wil niet altijd zeggen dat je pannen het erop doen. Dus ik heb hier onze oude pannen. Die ga ik erop zetten, water erin doen en dan kijken of het gaat koken. Als het water dan gaat koken, dan weet ik dat de pannen werken. Als het niet kookt, dan weet ik dat we nieuwe pannen moeten kopen. Kijk, 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 kijk. Kijk, hij doet het, hij doet het. Snel uit. Nou, dat valt mee. Ik had echt verwacht dat ze het niet zouden doen. Helemaal bang gemaakt door alle mensen om me heen die zeggen dat het allemaal niet werkt. Oké, die pan valt af. De rest doet het. Samen met mijn Tony Pill. Ik bedoel, ponytail. Anyways, mijn computer is aan het opstarten. Hij geeft nog het logo aan van Windows. Ik hoop dat hij ook verder komt dan alleen het logo. Dat zou super tof zijn. Maar dit is gewoon mijn tijdelijke knolhol. En hier moet ik het maar mee doen. Je merkt nog wel een beetje. Ha! Ja!
Wow! Ha! Het is nog heel erg galmend en dat is niet best. Al helemaal niet voor een opname. Dus daar moet ik nog even een oplossing voor verzinnen. Sowieso komen deze gordijnen nog hier even voor te hangen. En ik heb nog wel wat van dat, ja, soort isolatieschuim. Misschien dat ik dat daarboven even op kan plakken of hier. Maar ja, de muren zijn allemaal net wit geverfd, dus je wil ze ook weer niet beschadigen. Moet ik even goed over nadenken. En anders vraag ik het even aan mijn schoonvader, die is zo slim en handig erin. Die weet vast wel weer een oplossing. Ik zit in een bad vol met bloed. Nee. Ik heb heerlijk even een badje genomen, deed ook, maar die is er al uit. We hadden namelijk speciale zeep in bad gedaan. Ik kan hem wel even snel laten zien. Oh. Het is een beetje te veel, zo'n hele. Ja, dus we hebben hem maar doormidden gebroken. Alleen dan krijg je wel echt een ongesteld bad of zo. Maar het ruikt wel lekkerder. Dat wel. Het ruikt echt naar heel erge snoep. Heel zoet. Bubbelgum of zo. Oh, ik heb echt zin om zo'n hapje te nemen. Ik zou het echt niet doen. Oh, ik heb het al een keer gedaan, hè? Echt? Ik heb een keer een chocolademasker, dat rook zo naar chocola. Heb ik een lik genomen, maar het smaakt vet naar zeep. Geen aanrader. Oh, ik heb zo'n zin. Doe maar weg, krijg je zo'n snoepje van mij. Ja. Dit bedoel ik dus. Het bad is gewoon, zie je dat goed op camera? Ja. Het is echt helemaal rood. Ja, meer, het is hier meer roze paars. Tijd om lekker naar bedje te gaan. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!